Het is een nieuw fenomeen in Teubergen kampeerfeesten in weilanden en op boerderijen waar soms wel honderd mensen op afkomen. En dat veroorzaakt nog wel eens overlast. Voor zover wij weten gaat het op ongeveer vier groepen die zich daarmee bezighouden. en dit jaar voor meer overlast hebben gezorgd dan andere jaren. Daarvoor was het altijd beperkt tot groepjes van een man of zes. die lekker gingen kamperen, een feestje bouwden. ook wel overlast gaven, maar dat was nog beheersbaar. Maar met de feesten zoals die nu zijn, waarbij ik hoor dat het om 50 tot 100 personen gaat. en heel veel overlast geven, is dat iets waar we toch wel maatregelen op moeten nemen. Ja, u maakt zich grote zorgen hierover? Ja, absoluut. Uh, niet alleen door de overlast, maar ook uh, door het drankgebruik. Wat ik begrepen heb dat dat natuurlijk ook uh, veelvuldig plaatsvindt. Afgelopen weekend nog moest de politie meerdere keren in actie komen bij een kampeerfeest in Geesteren. De buren hadden weinig last, maar maken zich wel zorgen. Ik heb nu dus heel zoveel problemen meer, maar er moet wel uh, af en toe een beetje palen per gesteld worden als het niet uit de hand loopt. Daar ben ik wel voor. Ja, dit soort feesten hoeven voor u niet uh, verboden te worden? Heb ik persoonlijk geen mening over. Want mag het überhaupt, zulke grote feesten met 100 man? Er zijn ook wel eens barbecues, verjaardagen die gewoon gehouden worden. Ja, en ook buurtfeesten. Uh, dat staan we in principe toe. Maar dan moet het wel gemeld worden. En dan uh, is het aan, uh, aan regels gebonden. Maar zoals nu gaat, uh, dat er soms uh, groepen zijn die een week lang aan het feesten zijn. Ja, dat is iets wat we niet op deze manier kunnen aanvaarden. Het is denk ik gewoon een, een kwestie van kiezen wat de jeugd doet. Maar ik denk dat we ze moeten wijzen op, de, op het feit dat dat uh, eigenlijk onverantwoord is zoals het nu gaat.